hij altijd. Ja. Laten we het hierover hebben, jongens. Ja. Schiet het op. Ja, de kaartjes beginnen een beetje vorm te krijgen. Groene vingers die de stad aan het grijpen. Toch weer groen gewoon, hè? Als dooddoener. Als dood? Ja, groen is... Ja. Groen, waarom, groen heb ik niks. Groen is net zoiets als mooi, weet je wel? Of tof, of vet, of zo, weet je. Dat heb ik niet. Want als je uit gaat leggen... Dat jouw concept van groen, zeg maar, zo verworden is tot dat, toch? Ja, nee, maar dat, ik heb... Als je dan vraagt, wat voor groen is het, weet je wel? Laat ik dan mijn hond uit, kan ik er voetballen, kan ik er vissen, kan groen ook blauw zijn, kan het ook water zijn. Wat er is, zeg maar. Ons plaaggebied ligt ongeveer hier. Ja. En wij denken dat het, zeg maar, een mooie... hoe noem je dat? Een beach, hè? Beachhead? Ja, dat het beachhead. Ja, een soort uitvalsbasis, een startpunt is van die groene zone hier. Oké. Okay. En dat je van daaruit ook kan recreëren. Ik ben even de weg kwijt hoe dat hier... wat de schaal hier van is kwijt. Dit is... Oké, ja. Oh, dan, ja, nee, dit is inderdaad, ja. Ja, oké. Okay. Yes, ja, nee, nou snap ik. Het gaat over... Ja, dit is het spoor aan het bossement. Hier zit jullie. En ja, dit zou dus eigenlijk best een mooi punt kunnen zijn waar je de stad kan... Als we een heel klein stukje trekken, dan begint het groene Brabant begint daar. Ja, precies. Ja. En hoe? Nou, hoe ga je dat vormgeven? Of hoe ga je dat... Zeg maar, de combinatie tussen stad en groen wordt daar dus die soort stadsboerderijen. Ik wou net zeggen, ze zijn oude punten van een uur geleden, maar die leven nog. Sterker nog. Ze zijn sterker geworden. Ja. Ja. Nee, is goed. Ja. Want dit achterland, wat hier naartoe... hier zit ook veel meer akkers en meer landbouw. Zeg maar. Ja. Dus zelfs boeren die hier hun bedrijf hebben, zouden hier een soort kleiner deel kunnen hebben. Waar ze een soort beetje kunnen experimenteren met nieuwe gewassen of zo, weet je. Wow. Dat, een soort agrarische laboratoria. Ja. We hebben de has hier, hè? De hogere agrarische school. Die krijgt ook een krijgt een beetje van de hand. We hadden gekeken of we die konden huisvesten, maar die hebben net een nieuw gebouw. Dus is dat zo? Ja, dat heb je. Vet pik. Die hadden hypermoderne faciliteiten. Jammer. Die zitten niet op jullie lease koeien te wachten. Nee, dus dat nu. En nu zijn we eigenlijk meer op gebouwniveau aan het kijken hoe we dat... Ik hoorde dat er een serieuze planning is. Dat je tot 10 uur is de stedenbouw. Ik geloof er ook niet zo in, hoor. Dat je dat zo strikt, zelfs niet een beetje strikt. Ja. Weet je, we vinden het belangrijker dat dit concept goed is en dan volgt de rest eigenlijk veel gemakkelijker. Ja. Dus dat. Ik ga je niet langer wachten. Nee. Hij gaat er vandoor. Koffie. Mag ik van jou tijdens koffie drinken nog even wat vragen? Ja hoor. Wie ben jij? Wie ben ik? Dat is een hele goede vraag. Daar weet ik het antwoord zelfs op. Maarten Willems. Ja? En ik ben docent architectuur. Architectuur? Ja. En op welke opleiding? De TU, in Eindhoven. Ja. Eindhoven, ja. Yes. Okay. Ik ken de meeste koppen dus ook van dichtbij, zal ik maar zeggen. Ja. En dan zitten we hier met een opdracht in Den Bosch. Ken je Den Bosch? Ik ken Den Bosch redelijk goed. Ik heb er een jaar gewoond zelfs, al een poosje geleden. En ik kom uit de buurt, dus ik ken Den Bosch vrij goed. Ja. Oké. Okay. En gek potje. Ja, je hebt twee. Zo gaat het. Ja, dit kan ik kennelijk ook. Maar goed. Help. Oh, sorry. We staan in de weer. Nou, dat maakt niet uit. Ja, Den Bosch, hè, die heeft nou zo'n open plek. Is dat nou een probleem voor Den Bosch? Of hoe komt
plek die komt natuurlijk voort uit het feit dat een stuk industrie weg is. Ja. En ja, dan is er ineens plek. Ja. Er moet iets mee gebeuren. Het is een generiek probleem. Je ziet in heel veel steden die die industrie gehad hebben, redelijk dicht in het centrum. Met name in havengebieden of quasi-havengebieden, wat eigenlijk dit ook is, hè, aan het water. Dat langzaam zijn functie verliest. De stad groeit er overheen, zal ik maar zeggen. Waardoor het ineens een binnenstedelijk gebied wordt. Ja, dan wil je geen industrie meer hebben. Die industrie is verouderd, gaat weg. En dan krijg je dus precies dit soort problemen. Ja. Leegstand van enorme panden. Je hebt het in Breda, je hebt het in Helmond. Ja, Eindhoven is natuurlijk ook heel mooi. Eindhoven heb je het. Ja, Eindhoven is al een beetje, dat havenhoofd is al een beetje... Bijvoorbeeld Strijpers is ook een industrie geweest. Ja. Nou, dat heeft niks met water, maar hetzelfde probleem. Absoluut, ja. Maar dat is nu een hele tijd opgelost. Tenminste, zoals ik dat al zie de laatste jaren. Van oké, gaan we creatieve instoppen en ambitieuze. En dan, dan wordt het langzaam gewaardeerd. Proberen de mensen daar te houden. We gaan koppelen aan opleidingen, studenten. Studenten krijgen meer behoeftes. Gaan gezinnen stichten. Dan gaan we dat uitbouwen. Dan gaan we langzaam volgroeien. Gaan we allemaal groeien. Het wordt een strijp-S-dorpje. Ja. Dat zou mooi zijn. En, maar dat is een klassiek, eigenlijk alweer bijna idee. Ja, bijna klassiek. Zeker. En wat je hier ook ziet, is ook weer de nadruk op de creatieve industrie, zoals het heet, weet je wel. Maar ik heb dat aan veel studenten ook gevraagd. Hebben we wel genoeg creatieve mensen om dat allemaal te vullen, weet je wel? Dat klinkt altijd zo goed en het is heel erg... Het bek lekker, hè, weet je wel. Ik ga iets voor kunstenaars doen, kunstenaarswoningen. Dat heeft dan ook een aantrekkende werking. Ja, mogelijk wel, maar niet alleen, denk ik. Zoveel kunstenaars hebben we niet, joh. Nee. Ik mag hoeveel, het hoeveel cultuur heb je nodig om al die plekken in te vullen? De meeste mensen zijn geen kunstenaar, laat ik zo zeggen. En die hebben geen creatieve industrie, of maken daar geen deel van uit. En je ziet dat bijna altijd, zeker in dit soort kortdurende opdrachten, dat mensen voor hele lieve oplossingen kiezen. Dus er komt veel groen in, er komen sociale ontmoetingspunten in, er komen creatieve mensen in. Jonge gezinnen, weet je, dat is allemaal, dat bek lekker. Niemand gaat het hebben over weet ik veel, prostitutie in huisvesten of dance technofeesten of zo. Of, ja. Dingen die wat problematisch zijn, daar gaan mensen niet naar kiezen. Terwijl je die ook zou moeten huisvesten eigenlijk, ook over na zou moeten en kunnen denken. Hé, hey, die hele crisis, hè? Je hebt de woningtoestanden, we hebben van alles met makelaars, we hebben leegstaande kantoren. Heel veel. Moeten we dan nu ineens andere ideeën gaan bedenken dan we al hadden? Ja, ik denk het wel. Wat voor ideeën moeten dat dan zijn? Of wat moet dat dan niet? Ik denk dat, vanuit mijn professie geredeneerd, vanuit de architectuur geredeneerd, denk ik dat de opdracht van architecten anders wordt. Dat wij niet meer, dat we veel meer over programma's gaan nadenken. Dus over wat je er voor functies in stopt, hoe je dingen, hoe heet dat? Slim verbouwd, zou ik bijna zeggen. Dus niet alleen nieuw bouwen, want het, voor het moment is er genoeg. Net als kantoren ook. Die staan er zoveel leeg. Echt, het is echt gigantisch. Alleen je moet daar als architect ook heel slim over nadenken om ontwikkelaars en makelaars te overtuigen dat daar andere programma's in kunnen. Dat je daar, weet ik veel, misschien wel in kunt kamperen of zo. Dat je ineens een camping midden in de stad hebt, weet je wel, in een leegstaand kantoor. Ik noem maar een zijstel. Ja, het is eigenlijk een soort herdefinitie. Ja. Van iets en je vernieuwt het daarmee en je gaat het niet meteen vernietigen. En vroeger was een architect ging je als je een nieuw gebouw nodig had, weet je wel. Maar tegenwoordig ga je ook naar een architect, vind ik. Als je een gebouw hebt en je weet niet zo goed wat je ermee moet. Okay. Dat is eigenlijk deze opgave ook een beetje natuurlijk. Dat is wel een verandering. Dus je zou dan zeggen van oké, je laat dat gewoon, in principe behoud je die vorm die ongeveer mogelijk die het heeft. Ja, in principe wel, vind ik. Je moet altijd een goede reden hebben om te slopen, vind ik. Die zijn er. Absoluut, maar niet altijd. Je moet niet klakkeloos dingen weghalen. Het is een hele hoop wat je cadeau krijgt. Geldt hier ook voor deze opgave. Dan krijg ik een heel moeilijk woord. Duurzaamheid krijg je dan weer. En dat is natuurlijk heel vaag. Ja, dat is ook weer zo'n containerbegrip, hè, waar je niet zoveel mee kunt. Maar gewoon, dat heeft te maken met gezond boerenverstand. Gewoon als je ergens iets hebt. Er staat een gebouw, dat vertegenwoordigt een waarde. Dan heb je al... materiaal, omsloten ruimtes, krijg je allemaal cadeau. Het zal niet allemaal goed zijn en niet allemaal bruikbaar zijn. En het regent, niet allemaal... het regent niet. Bijvoorbeeld, dan moet je een goede reden hebben, wil je dat vernietigen, vind ik. Ja. En je mag het best duurzaamheid noemen, maar volgens mij is duurzaamheid wordt zo'n logisch woord dat je het nauwelijks meer hoeft te gebruiken, snap je? Dat is een soort automatisme wat eigenlijk overal onder zou moeten liggen. Een soort
basisbewustzijn van mensen. Ik weet niet of het al zover is hoor, maar dat zou moeten. Je zou een soort modulaire eenheden moeten hebben die... Ja, dat is een mogelijkheid. Ja, inbouwdingetjes, dat zou kunnen, maar dat is één mogelijkheid. Ja. Ik ben erg verkouden, sorry. Heb jij al dingen gezien waarvan je zegt, van, hey, dat is wel verrassend? Ja, maar of ze dat vol blijven houden, weet ik niet. Ik heb een paar dingen gezien. Mensen die een tunnel onder het spoor maken en die tunnel doorzetten in dat grasoverbouw, misschien. Maar daar waren ze zelf nog wat sceptisch over. Dat vond ik wel uit. En een ander groepje die de opdracht verlieten, dat vind ik ook altijd mooi. Die dus zeggen van ja... We gaan iets heel anders bedenken. Nou, niet iets heel anders, maar gewoon ja, de kantoren en zo, dat doen we niet. Want die hebben al veel te veel. Creatieve industrie doen we ook niet. We gaan daar... Dus die hebben het over urban farming bijvoorbeeld. Hè? Dus Oké. Dus weet dat, boerderijen zou ik maar zeggen maken. En een markt. En ja, met de lease koeien geloof ik zelf. Dus dat vind ik wel mooi. Ik heb nog geen weet dat, visualisaties gezien. Nee. Ja, het is nog, we hebben nog 15 uur. Dus, dat is genoeg. Ja, dat kan nog niet. Dus mensen zijn nog vooral op infrastructureel en niveau bezig. Stedenbouwkundig niveau. En ja, je ziet ook wel dingen die heel voorspelbaar zijn. Ja. Dus dat mensen... Ja, groen hoor je heel veel, hè, als het maar groen is. En zeg, als je dan doorvraagt, weet het niet wat. Nee, oké. Okay. Groen, dat is wel, wel fijn. Dat is rustig, kun je beter groen nadenken misschien. Ja. Hey, even een heel andere vraag. Ja. Denk jij dat bij de stedelijke inrichtingen, zoals ik dit nou even noem, ja, denk jij dat je dat vanuit regionaal perspectief moet bekijken? Of zoals een Brabantstad idee? Of moet je gewoon zeggen van ja, we kijken gewoon wat er in die stad gebeurt. Is er, ja, dat is, daar is genoeg. Of moet je die steden als het ware samen gaan werken? Dat is een goede vraag wel hoor. Ja, ik ben geen stedenbouwer, dus ik heb daar, ja, kan er wel iets over vinden. Ik denk dat je moet beginnen met het in een grootstedelijke verband te zien. Dus inderdaad in zo'n Brabantstad verband denk ik. Maar je moet dat ook weer op tijd loslaten. Mm-hmm. Ja, ja. Je ontkomt er niet aan. Kijk, als je regionale voorzieningen gaat maken, je gaat niet tegelijk in Helmond een ziekenhuis bouwen en in Den Bosch en in Eindhoven. Ja, dat soort, dus dat soort moet je sowieso afstemmen. En, maar wie doet dat dan? Want, nou want, ja, die Brabantstad overlegorganen en zo. Waar zijn die daar? Die zijn er wel volgens mij. Ja, ja. Die zijn er wel. Ja, er zijn wel dingen op provinciaal niveau. Ja, oké. Okay. Ik heb laatst werd ik benaderd door een architect die bezig was met, wat is het, de A73 geloof ik. Mm-hmm. En die precies dit aankaart. Die A73 loopt door een hele hoop gemeenten en zo. En er is niemand die het daar als geheel en die het over de vormgeving heeft en over wat je dan meemaakt. En of daar verschillende, ja, weet dat, accenten zijn. En zo. Ja, die dat als geheel bekijkt. Nou, dat vond ik een hele goeie. Als je bijvoorbeeld en er was oor naar, ook op provinciaal niveau, om dat zo te bekijken. Ja, en zou je het dan ook nog op nog groter niveau moeten bekijken? Want, ja, het ligt er dan waar je het over hebt. Ik noem het voor van ziekenhuizen. Treinverbinding. Hè? Ja. Je zit in Eindhoven en je wil met de trein naar Antwerpen. Dan ga je eerst naar zee, zeg maar, dan ga je weer terug. Helemaal naar Berg op Zoom en dan een stukje naar beneden. Ja, die raak ga je rijden. Ja. Dat is een heel bijzondere zaak, moet ik zeggen. Ja. Ja, maar dat komt... Een stukje geschiedenis, natuurlijk. Nee, maar dat is alleen maar zinvol als er in Antwerpen iets te vinden is, wat ik hier niet heb. Klopt. Als er dus reden is voor veel mensen om naar Antwerpen te gaan. Ja, dat moet er dan inderdaad weer veel mensen zijn. Ja. En dat krijg je, en dat gebeurt in die provinciale overlegorganen wel volgens mij, dat er inderdaad... Ja, accenten komen. Volgens mij Den Bosch heeft een accent op onderwijs, Tilburg op gezondheid. Zo zijn er van die grote thema's, zal ik maar zeggen, die een beetje aan steden hangen. Ja, denk je dat in de toekomst nog wat verder uitgewerkt gaat worden? Denk je hoe dat zich in de toekomst zal ontwerpen? Ja, het zit een beetje in de aard van Nederlanders volgens mij. Wij plannen en wij hebben overal beleid op en wij willen alles reguleren. En dat zie je ook als je in het buitenland komt. Het is nergens zo geregeld als in Nederland, weet je wel. Keurig. Geordend en gestempeld en alles is bedacht. Dus alles is bedacht, is vormgegeven en is gepland. Ja. En ik ben daar niet altijd voor. Ik heb ook wel, ja, maar dan krijg je Belgische toestanden. Fantastisch, laat maar komen die Belgische toestanden. Verkleurde afdakjes. Ja, laat maar komen. Niet overal, maar het zou wel een verademing zijn hier en daar, denk ik. Maar ik denk dat het een beetje de aard van Nederlanders is. Wij zijn een heel druk landje, wij polderen wat af. En daar krijg je er niet uit. Ik vind het zelf persoonlijk ook niet zo slecht hoor. Ik denk dat ja, ik leef er goed mee, zou ik maar zeggen, met dat overleg en dat geplan en dat beleidsmatig. Ja. Maar je moet het niet overdrijven. Nee, want als je heel groot plant, dan kan je ook nog hele grote. Ja, je kunt ook alles kapot vergaderen. En je kunt ook, als je weet ik veel, ik noem het iets, een popcentrum in Den Bosch wil, dan kun je eerst beginnen op landelijk niveau alle popcentra te inventariseren. Daar ga je dan een jaar over doen. Dan ga je nog een keer een jaar op provinciaal niveau alles eens kijken. En dan snap je, dat moet je wel met grote stappen doen en wel met mate, zal ik maar zeggen. Ja, maar je moet dat wel afstemmen. Wel afstemmen, maar absoluut. Een beetje rustig aan blijven. Ja, een goede samenvatting. Een beetje rustig blijven.
Oké. Okay. Mooi zo. Dankjewel. Ja, ik ben klaar met praten. Ik ook.